Hallo, MOBA-vrienden. Het is zaterdagmorgen. Mijn vrouw is aan de arbeid. En ik ben ganz goed in de keller. Om u iets te zeggen wat ik de laatste dagen gebasteld heb. Ik hoop dat deze video u gefällt. En dat u een paar spaarzame minuten hebt. Een paar spaarvolle minuten hebt. Zo, als eerste wat ik heb gemaakt. Deze wiese heb ik begroend en daar de paarden aan de baanstreken zelfverständig niet vrij rondlopen kunnen, heb ik een zoon gebouwd van daaruit hier om dat stelwerk bis hier hinten. En dat zeige ik euch gleich. Goed, is dat dan alles wat ze gemaakt hebben? Nee. De burgemeester van Grenzeloos had zich bezwaard dat behinderde leute niet aan baansteig komen kunnen. En dat vond er heel slim. Die leute mochten ook reizen en die mochten ook iets ondernemen. Also, we hebben investeerd en we hebben een vaarstoel gebouwd. Voor jede baansteig één. En dan in het Bahnhofsgebouw, daar staat de dritte. Die kunnen we leider niet zeigen, maar die beide aan de baansteig, die zeig ik ook gleich. Hier in een beeld, die vaarstoel 1 en 2. Baansteig 1 en baansteig 2. In die hintere is die vaarstoel nog onten. En hier in die obere, of in die vordere, is die vaarstoel hoog. En die schip moet het geven worden. En de oma en ihr enkelkind moesten ganz snel lopen om die zoek niet te verpassen. De komende maanden erwart de WCG ganz veel reizenden. De alles oorlogsverkeer moest een plaats hebben in onze wagen. Omdat we gerade aangevangen hebben met de WCG, ben ik op de zoek gegaan in Duitsland. Ik ben ganz öfter in Duitsland en heb daar aan het Bahnhof een paar schöne wagen gevonden die niet meer benutzt werden. Dan heb ik gedacht, oké, guck maar of we die kopen kunnen. Heb aangeroepen bij de DB en ja, die waren vrij te kopen. Also, die hebben we gekocht. Dan had ik nog een klein probleem. Wie bekom ik die wagens in Grenzeloos? En daarvoor heb ik dan die Thomas bij de WW1001 aangeroepen. En van de Westerwaldbaan en van onze drie baangezelschappen. En hebben we gevraagd, Thomas, ziet u al een mogelijkheid om deze beide wagen Grenzeloos te brengen. Also Thomas aangeroepen. En wat had die Thomas gezegd? Zo, hallo. Ik meld me samen weer. Hey, hallo Thomas.
Ik is hier. Zeg, wat ik vragen wil. Kan u die bij de wagen naar grenzeloos varen? Hallo, ik spreek met jou over de... Ja, ik weet dat u dat wist. Maar kan u die wagen naar grenzeloos varen? Of geht dat probleem? Aber ganz genaues konnten wir bis jetzt noch nicht ermitteln. Der Zug wird bei mir wieder umrangiert und... Ich rufe Sie nochmal an, Thomas, und dann außerhalb der Kameras machen wir die Verabredung. Bis bald. Hallo, ich möchte mich auch mal wieder melden. Thomas hat als Lokführer auch die Genehmigung, um in die Niederländer zu fahren. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat dieses Video Spaß gemacht. Tschüss, euer Jan.